Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag, jongens. Ik heb echt zo lang niet gevlogd. Ik denk echt dat ik een maand bijna niet heb gevlogd. Maar ik ben ook echt heel erg ziek geweest. Ik heb een griep gehad. Het begon allemaal een beetje van verkouden, hoesten, bladibla. En toen sloeg het over op mijn longen en keel. En toen kreeg ik een keelontsteking. Zat ik aan die antibiotica. En zo was ik gewoon 2 weken gewoon volledig ziek. Ik ben nu weer aan het opknappen. Ik ben er echt heel erg blij mee. Het is de eerste keer sinds lange tijd dat ik weer een beetje make-up op heb. Ik ben ook helemaal bleek geworden van het ziek zijn. Ik moet nodig weer onder de zonnebank, want we hebben ook nog een vakantie geboekt. En ik mag niet verbranden. Maar ik ga me even omkleden. Want Honey komt hier zo en dan gaan we even naar Woonboulevard. En dan gaan we echt even lekker shoppen voor ons huisjes. Dat is een beetje de planning. Ik ben in ieder geval echt heel erg blij dat ik weer aan het vloggen ben. En mijn kerstboom staat er nog steeds en het is nu 16 januari. Zo, ik zit in de auto. Het is echt zo slecht weer. Het is aan het regenen. ik heb net getankt. Het was echt zwaar nodig. En ik wil jullie even mijn outfit laten zien. Want ik heb echt zo'n hele lekkere, warme, heerlijke jas aan. Het is echt zo lekker fluffy, super warm. Heerlijk als je net ziek bent geweest. maar Nessim die vindt dus deze jas een beetje op een badjas lijken. Ik vind het ook wel een beetje op een badjas lijken eigenlijk. Maar ik vind het heerlijk. Voor mijn part draag ik elke dag een badjas binnen en buiten. Nou jongens, inmiddels Honey opgehaald. Ik wil vandaag weer beginnen met gezond eten. Na mijn goede uitslagen van mijn darmen. Mijn darmen zijn weer helemaal in orde jongens. En het komt door 2,5 maand. Geen zuivel, geen rood vlees. En wat nog meer? Ik weet niet meer. Wat heb ik nog meer niet gegeten? Geen gluten. Maar kijk wat Honey heeft. Kijk wat Honey met mij heeft gedaan. Honey zit weer gewoon bij een oliebollenkraam. Ze zegt, oh, ik heb echt heel lang geen oliebol gehad. Dankjewel, hè. Oh, dat is zo slecht. Dat is echt zo slecht. Thanks, Son, voor de bed inspo. Oliebol. Aan de kant voor een oliebol. Wij zijn nu bij de woonstore. Ja, Zilver. We zijn nu bij de woonstore. Ik vind het echt een heel leuk winkel. Dus ik heb Hon hier mee naartoe genomen. Want zij wil even een makeover van haar woonkamer. En waar dacht je een beetje aan? Een beetje aan lila met goud tot nu toe, hè? Dus ze zijn echt zeg maar, op zoek naar allemaal van die leuke gouden dingetjes. Accessoires voor in haar woonkamer. En toen dacht ik, nou ja, ik vind het eigenlijk ook wel leuk om mee te gaan. Want dan kan ik ook even kijken of ik misschien nog wat voor mezelf kan vinden. Tot nu toe hebben we niet zoveel gevonden. Wacht, ik laat jullie wel even dit zien. Nou, inmiddels al thuis. Ik heb echt heel lang niet gevlogd. En dan merk ik echt aan alles. Want ik ben ook gewoon vergeten te vloggen. Ik heb best wel een leuke dag gehad. We hebben echt heel veel dingen gescoord voor Honey. We zijn nog uit eten geweest. En ik heb net een jankaanval gehad. Oh, ik moet echt even wat met mijn emoties doen. nou ja, het kwam erop neer dat ik dus een pakketje echt heel erg nodig had. En dat is best wel een belangrijk pakketje. En ik op tijd naar huis om het pakketje te ontvangen. En toen zag ik dus in mijn mail dat ik een verkeerde huisnummer heb genoteerd. Een huisnummer die niet bestaat. Dus het pakketje is weer teruggestuurd. En ik, emo, ik ben, oh, ik moet echt iets met mijn emoties doen. Want het kan echt niet. Ik ben blij dat Nessie me ook niet thuis is. Anders zou die me echt uitlachen. Maar man, man, man. Hele goedemorgen, het is vandaag vrijdag en deze meid voelt zich weer veel beter dan het laatste moment dat jullie hebben gezien van mijn vlog. Ik was echt emo om iets heel onzinnigs, en achteraf vind ik het echt heel gestoepen, maar die nacht was ik gewoon emo. maar ik ben vandaag dus echt heel erg vrolijk wakker geworden, ik heb koffie gedronken, ik heb me omgekleed en toen ben ik eigenlijk mijn pakketjes gaan ophalen in de buurt, want we waren allemaal pakketjes bezorgd en ik had ze gemist, dus ik moest ze bij afhaalpunten allemaal ophalen. Waaronder dit pakketje. En die is van Best Secret. En ik wacht hier echt al heel erg lang op. En ik kijk er echt naar uit om deze te unboxen. Ik zit er echt over na te denken om het gewoon al in de auto te unboxen. Want ik gewoon echt heel leuke dingen heb besteld daar. Wat ik ga doen? Ik ga hem gewoon in de auto unboxen. Even naar achter. Ik doe mijn jas even uit. Lekker op mijn gemakje. Voor de mensen die nog niet bekend zijn met Best Secret. Dat ik me eigenlijk niet kan voorstellen. Want ik heb het echt letterlijk bij iedereen voorbij zien komen. Er is altijd korting. 20% tot 80% korting op alle merken. En ze hebben meer dan 3000 merken. Dus je hebt echt genoeg keuze. En je kan er altijd wel wat leuks scoren. Dus vandaar dat ik echt
heel erg blij ben dat ik mijn pakketje binnen heb. En je kan dus alleen lid worden van Best Secret door aanbeveling van een bestaande lid. Of door partners. Dus ik heb ook een unieke link waardoor jij dus ook lid kan worden van Best Secret. En die staat hieronder. Oké, let's start. Ik heb echt zin in. Ik heb dus een nieuw merk ontdekt op Best Secret. En dat is dus Valerie Galvon. Of Calvon. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar die heeft echt zulke mooie blouses en jurkjes. En heel elegant. Echt zo girly vond ik het. Dus ik wou dit echt heel erg graag hebben. Omdat ik eigenlijk nog niet zoiets heb. Dus ik heb een blouse uitgekozen van Valerie Galvon. Dat is eigenlijk een blousejurk. En van boven is die zo. Oh, die stof voelt echt zo fijn aan. Van boven is die zo. En van onder. Kijk, dit vond ik echt zo mooi. Die details. Echt prachtig. Van onder ziet hij er zo uit. En ik vond het echt een heel mooi jurkje voor Bali. Dus vandaar dat ik hem heb uitgekozen. En ik heb hem extra oversized uitgekozen. Dit is ook een maatje 40 zie ik. Dat ik hem gewoon lekker oversized kan dragen in Bali. Ik vind het echt, echt een heel, heel mooi blousejurkje. Als tweede ook een item die ik eigenlijk voor Bali heb uitgekozen. Ik wil altijd graag een paar Birkenstocks. Omdat ik weet dat ze echt gewoon heel erg fijn lopen. Vorige keer dat ik in Bali was, had ik echt zulke opgezwollen voeten. En toen had ik eigenlijk alleen nog maar slippers gedragen. Dus ik dacht, ik ga gewoon goede slippers kopen. Dus een paar Birkenstocks uitgekozen. Maar deze zien er echt, echt heel erg leuk uit. En ik had ze eigenlijk willen combineren met deze jurk. Oh, ze zijn het echt nog mooier. Oh, ik vind ze echt cute. Even zo. Kijk. Dit zijn de Birkenstocks die ik heb uitgekozen. Maatje 36 natuurlijk. En hier was ook echt een heel leuke korting op. Ik vind deze echt, echt heel cute. Dan heb je zeg maar slippers. Maar gewoon ook slippers die er heel leuk uitzien. En ik wil het eigenlijk zo combineren. Het ziet er echt zo leuk uit. Als ik verder ga. Ze hebben daar dus meer dan 3000 merken. Maar ook echt gewoon merken als Dior, Fendi, Balmain zag ik ertussen. Echt heel grote merken. Maar ook echt gewoon veel sportieve merken. Zoals Nike, Adidas, Puma. Dus je kan echt gewoon trainingsoutfits eigenlijk scoren. Gewoon met heel veel korting. Dus dat heb ik eigenlijk ook gedaan. Ik heb een legging uitgekozen van Fila. Ik wil dus weer heel graag naar de sportschool. Het lukt me elke keer niet. Dus ik dacht, ik ga gewoon leuke sportoutfits kopen. Om mezelf een beetje te motiveren. Ik heb dus een legging van Fila. Dat is dus deze. Ik heb hem in maat S. En die valt meestal wel goed bij mij. En onder het mom van meer sporten heb ik dus deze trui uitgekozen van Champion. En ik vind deze eigenlijk ook gewoon heel mooi om dagelijks te dragen. Oh, ik vond deze echt zo cute. Kijk, deze sweater met een Ritz Guys. Ik wou deze echt zo graag hebben. En dit was volgens mij ook echt de laatste maat. Ik wou hem eerst in het donkerblauw. Die hadden ze nog van Champion. En toen keek ik een half uur later, was hij al uitverkocht. Het gaat best wel snel, zeg maar. En toen heb ik maar voor de grijze gekozen. Maar ik vind dit echt een heel mooi truitje. Ik heb hem in maat. Welke maat heb ik eigenlijk gekozen? In maat M. Ik denk dat ik wel het hier een beetje oversized viel. En als laatst, eigenlijk ook voor Bali. Deze jurk zou ik zelf niet zo 1, 2, 3 kiezen. Maar voor Bali wel. Ik vind altijd van, voor Bali kies je toch andere soort outfits. Andere soort jurkjes. En zo ook deze. Het is ook zeg maar zo'n blousejurkje. En dit is eigenlijk van het merk Naked. Hebben jullie vast wel van gehoord. Maar ze hebben dus bij Best Secret ook het merk Naked. Het is zeg maar best wel een kort jurkje. Maar ik vond hem voor Bali echt heel erg leuk. Ik heb hem in maatje 36. Het is een beetje zo'n blouseje. En ik vond de kleuren gewoon echt heel erg leuk. Dus even te kijken. Zullen de slippers hierbij passen? Nee hè? Nee, hier staat hij wat minder leuk bij. Maar ik zou hieronder denk ik gewoon witte of zwarte slippers onderdragen. Ik vind het echt heel erg leuk. En bij de mouwen is die ook aan het einde wat strakker. Dat vind ik altijd wel een leuk detail. Ik ben echt heel blij hiermee. Vooral met mijn twee Bali outfits en mijn slippers. Mocht je dus ook wat willen halen van Best Secret, dan moet je je dus eerst aanmelden. Je kan dus alleen lid worden op aanbeveling van een bestaande lid of partners. En daarom heb ik dus eigenlijk een unieke link gekregen waar je op kan klikken. Je kan aanmelden en zo dus ook lid kan worden. Je moet wel rekening mee houden dat deze link niet voor altijd geldt. Ik heb laatst dus geprobeerd bij een andere influencer om me aan te melden. En die was toen al niet geldig. Dus dan moet je echt snel bij zijn. En dan kan je gewoon lekker shoppen met mega veel korting. Ik zweer, ik denk dat ik bij het afrekenen echt iets van 250 euro korting heb gekregen.
echt geen grap. Ik kan ook niet wachten om dit allemaal te gaan dragen. Wat ik nu ga doen, gewoon echt spontaan een unboxing in mijn auto. Ik ga nu even een koffietje voor mezelf halen onderweg. En dan ga ik lekker naar huis rijden. Ik heb vandaag echt een heel leuke dag gepland met Nessim. Nessim is best wel druk bezig voor de mensen die het nog niet weten. Hij gaat binnenkort dus weer vechten. Dus hij is weer heel veel aan het sporten en aan het trainen. En ik ben best wel vaak alleen thuis. Maar we hebben vandaag een date dag. En daar heb ik echt heel veel zin in. Dus ik ga lekker een koffie halen en dan ga ik richting huis. Ik ben dus helemaal omgereden om een cappuccino te halen bij de Starbucks. Omdat ze hier dus allemaal normaal hebben. En bij de McDonald's niet. En ze hadden daar weer van die heel geweldige bekers. Weer een nieuwe collectie met pandprint en al. En ik wou hem echt bijna halen. Maar ik raak die dingen echt zo snel kwijt. En ze kosten zo'n 20 euro per stuk. Dus ik dacht, nee meer. Doe normaal. Ik ga niet elke keer een beker kopen van de Starbucks. Dus dit keer toch maar niet gedaan. Oh, ik heb hier wel echt zin in. Hebben ze mijn naam goed geschreven? Miriam. Oh, ik ga jullie echt iets heel grappigs vertellen. Ik had dus laatst gereserveerd bij een sushi tent. En ze vroegen me dus naar mijn naam. Toen zei ik, ja, Miriam. Nou, kwamen we dus daaraan, hadden ze dus William genoteerd in plaats van Miriam. Dus vanaf nu zeg ik het Miriam. Want Miriam, ik denk dat bij Hollanders gewoon een heel rare naam is. Dus ik zeg gewoon Miriam vanaf nu, want anders word ik William. Wrap on my finger like a ring, ring. Maar ik heb jullie dus de afgelopen tijd verteld dat ik ben gestopt met zuivel en rood vlees vanwege mijn darmklachten. En ik heb laatst weer eens een afspraak gehad van mijn darmen en die waren weer helemaal goed. Dus dat vond ik wel fijn. Ik heb echt zo lang geen rood vlees gehad dat ik er echt heel veel zin in heb gekregen. En dat is wat ik vandaag eigenlijk ga maken. Alleen heb ik mezelf wel echt beloofd om geen supermarktvlees meer te halen. En vooral niet rood vlees. Dus ik heb speciale vlees besteld. Ik heb dus echt letterlijk puur vlees besteld van de boer. Het is 100% grasgevoerd, bio, gewoon lekker puur stukje vlees. Zonder toevoegingen, helemaal niks. En dezelfde boer die verkoopt dus ook kip zonder antibiotica en al die ongein. Dus dat is wat ik vandaag uit ga proberen. Kijk, zo kreeg ik het binnen, want ik heb het online besteld. Het is dus van Schotse Hooglanders, niet gesponsord. 100% grasgevoerd natuurvlees. En dit zijn de ingrediënten. Dit zijn van de beefburgers. En dit is runder gehakt. Kijk. Dit zijn de ingrediënten. Grasgevoerd rundvlees gedraaid. En that's it. Zo, even alle groenten uit de koelkast gepakt die ik nog had. Lenteuitjes, champignonjes, peultjes, perzibonen, peterselie en witlap. Oh, dat is echt lekker, jongens. Kijk hoe schattig die nou slaapt. Oei, 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 liefie. Och, och, och. Schatje van mij. In ieder geval, ik heb heerlijk gegeten. Het was echt super lekker. En je merkt echt gewoon verschil in smaak met mijn vlees en die van de supermarkt. Echt niet normaal. Maar ook gewoon de geur in je huis als je aan het koken bent is zo anders. Dat ruikt echt een beetje naar vroeger of zo. Ik kan het niet beschrijven. Maar deze meid gaat douchen. Want ze stinkt naar eten. Ik ga gewoon heerlijk douchen. Ga ik me omkleden. Klaarmaken. En dan hoop ik dat Nessim op tijd thuis is. Ik heb natuurlijk een pakketje gekregen van Best Secret vandaag. En ik wil echt heel graag weten hoe die Birkenstocks eruit zien als ik ze aan heb. Dus ik ga ze even uitproberen. Oh mijn god, waarom heb ik deze zo laat ontdekt? Je kan ze dus hier instellen en hier ook. Het is gewoon de ideale oplossing voor vrouwen waarvan de voeten in de zomer opzwellen. Oh, ik vind het echt zo cute. Ik heb wel het gevoel, want ik heb maat 36, dat ze wel iets groter uitvallen. Zien jullie dat? Dus daar moeten jullie wel even rekening mee houden. Maar echt heel chill. Ik ga deze jurkjes even ophangen. Zodat ze niet helemaal kreukelen. Ik heb me even klaargemaakt voor mijn date met Nessie. We gaan naar de bios, naar een film waar die echt al heel lang op wacht. En ik heb me even omgekleed. Ik heb even mijn nieuwe trui aan van Champion. Die ik dus heb gescoord bij Best Secret met heel veel korting. En hij zit echt heel erg relaxed. En echt gewoon een heel fijne fit. Love it.
Dit is de outfit. Vet sportief. Bios outfit. Nou jongens, ik ben opgehaald door Nessim. En hij maakt met iedereen ruzie op de weg, jongens. We zijn een beetje aan de late kant. We gaan naar de bios. Naar een film waar Nessim het al best wel lang over heeft. En dat is een film waar Jamie Foxx in speelt. Welke film is het, Ness? Just Mercy. Heb je mijn nieuwe trui gezien? Of zie je het hier niet? Mooi? Het is mijn trui. Bezit is mijn nieuwe trui van Champion. Oh. Hele goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik ben wakker geworden. Toen heb ik even rustig aan koffie gedronken. En ik had daarna echt zoveel zin in gambas. Ik gewoon gambas in de oe heb gedaan. En daar ga ik eigenlijk mee ontbijten vandaag. Voor de rest heb ik een heel leuk pakketje binnengekregen. Ik had je al laatst verteld dat ik een nieuwe koffiezetapparaat heb gehaald. En die was toevallig van Senseo. En toen heb ik daarna dus een pakketje gekregen van Senseo. Omdat ik dus een apparaat bij hun heb gekocht. En dat krijg ik niet omdat ik vlog. Maar dat krijgt gewoon iedereen bij aankoop van deze apparaat. Dit apparaat. En ik ga jullie even laten zien wat ik heb gekregen. Echt een heel leuk pakketje. Dit is wat ik heb gekregen van Senseo. Als eerst natuurlijk koffie. En ik heb ook nog een andere smaak gekregen. Ik heb de smaak mokka gekregen. Die zit hierin. Kijk wat ik heb gekregen. Super handig is. Super handig dit. Hier kun je dus je koffiepads in doen. Het ziet er ook gelijk heel erg leuk uit. Ik heb van die gouden theelepeltjes gekregen. Echt heel erg cute. En ik heb eigenlijk twee van deze bekers gekregen. Maar ik heb vanochtend koffie gedronken. En die is nu vies. Maar echt cute. En ik heb een tafelkleed gekregen. Dit is mijn ontbijt. Gamba's uit de oven. En een koolsla, avocado met lijnzaad en tomaatjes. Nou jongens, onze verwarming is kapot. En doe het nog even voordat die weer goed is, zeg maar. Dus we hebben zo'n tijdelijke oplossing nu. Ja, het is echt zo koud binnen, niet normaal. We hebben het ding aangedaan en ik heb niet echt het gevoel alsof het heel goed werkt. En als ik echt ergens echt een hekel aan heb, is het een koud huis of een te warm huis. Dat vind ik ook echt heel vies. Maar ik hoop echt dat ik ziek ga worden, want ik word altijd ziek als ik in een koude ruimte zit. Ik let niet op mijn zombiehoofd in ieder geval. Ik heb lekker mijn badjas aan om een beetje warm te worden. Ik hoop dat het ding ook gaat helpen. Kaarsbom irriteert me nog steeds. Ik ben hier aan het opmaken. Ik ga hem even snel opmaken. Als Nessie dan wakker is, dan kunnen we gelijk door. Want we hebben vandaag echt gaan eten. En dat had ik eigenlijk vandaag ook wel. Daar had ik wel zin in. Ik heb eigenlijk het vlees al uitgehaald. Maar toen die kwam van de gym, zei hij van zullen we vandaag wel uit eten gaan. Dus dat is wat we gaan doen. Guys, ik heb me inmiddels omgekleed. Ik heb mijn make-up echt heel snel gedaan op de bank. En mijn haar heel snel vast gedaan. Maar ik heb dus mijn nieuwe jurkje aan van Best Secret. En ik vind hem echt nog leuker dan ik had verwacht. Hij is wel echt iets aan de korte kant. Dus ik ga hier even een panty eronder aan doen. En ik zit erover na te denken. Want kijk, hier zit het zo een beetje goed. Ik heb nu pantoffels eronder aan. Om misschien over Nila's hieronder aan te doen. Maar ik vind het echt zo cute. Hij is echt leuker dan ik had verwacht. Ik laat het jullie even zo zien. Het is hier best wel donker. Maar dan zien jullie het een beetje. Kijk, het is echt wel. Hij komt echt boven mijn knieën. Maar ik ga hier dus panty onderaan doen. Dit is van Best Secret. Van het merk Naked. En je krijgt hier echt best wel veel korting op. Ik had het net aan mijn vriendin laten zien, deze jurk. En toen zei ze dat het een beetje leek op een Versace jurkje. Ja? Toen ik hem gisteren zag hangen op de shows, ik dacht, heeft ze naar Versace gehad? Hij lijkt wel echt op, hè, die print. Ik vind het echt leuk. Nou, drie keer raden waar we zijn. Kijk, dit is vanaf nu gewoon Nessim's lievelings snackje. Ja, maar door wie? Wij kijken elke keer naar een YouTuber die elke keer aan het reizen is en dingen aan het proeven is. En toen zagen wij hem laatst in Libanon. En ja, dat ik hem met een broodje eet? Nu hebben we dus elke keer zin in falafel. Ja. Let op, ja? Ja. Ik ga jullie precies laten zien hoe je falafel moet maken. Je hebt zeg maar gabs, gabs libnani. Ja? Vervolgens heb je de falafel, die leg je erop. Maar voordat je dat doet, wacht even, doe je eerst een beetje saus op je gabs. Zo, ja? Ja. Dan leg je de falafel erop, zo. En dan ga je de falafel een klein beetje stampen. kijk dan. Oh. Zie je dit? Dan doe je nog een klein beetje saus erop, zo. Aan de bovenkant, ja? De salata. Ja, en de en die salata. En dan leg je die salata. Oeh. Ja, toch? Leg hem zo erop. En dan? De eerste hap. Ja, doe maar.
Ik wil de reactie. Guys, wij zijn net thuis. We hebben heerlijk gegeten bij de Arabier. Ik heb heel snel weer dit ding aangedaan, want ik ga gewoon natuurlijk dood. Ik heb trouwens dit laatst gekocht voor mijn kat. Heb ik het al laten zien? Dit is zeg maar zo'n bedje en ik heb maar voor de zekerheid eentje gehaald. Om te kijken of ze het wel leuk vinden. En ik ben echt blij dat ik er eentje heb gehaald, want alleen Lira is erin. Maar ik vond hem ook echt heel erg leuk, pas bij mijn interieur. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Los van dat ga ik de vlog hierbij ook afsluiten. Een beetje chaotische vlog, maar ik moet hem echt even editen, want ik heb al heel lang niks gepost. En ja, ik moet even snel editen. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden en zie ik jullie heel graag bij de volgende vlog weer. Doeg!